CheapTickets.nl. Alle airlines, alle bestemmingen, altijd de beste deals. Welkom bij OutTV Film Update, waarin ik je ga vertellen welke speelfilms er op OutTV te zien zijn dit weekend en welke bioscoopreleases en nieuwtjes extra aandacht verdienen. Op vrijdagavond 18 april kun je om 21:55 naar de film Keep the Lights On kijken bij OutTV. In dit drama zie je de opbloeiende romance tussen Erik en Paul en hun gevecht tegen dwangmatigheden en verslavingen. Een film over vriendschap, intimiteit, seks en liefde. I have a girlfriend, so don't get your hopes up. Where is he from? He's from the suburbs of Boston. He's a lawyer at Random House. And he seems to really like me. I haven't seen you this excited about anyone in a long time. This is my little secret. You can't tell anyone. En we sluiten de vrijdagavond om 11:15 af met de Nederlandse korte film Breath, oftewel Zucht. De volgende dag beginnen we de filmavond om 8:30 met My Last Round, over een bekende Chileense bokser die verbergt dat hij op mannen valt. Om wat tot rust te komen kun je zaterdag om 10:00 ook naar de comedy Eating Out Drama Camp kijken. In dit vierde deel van Eating Out zie je hoe de relatie van twee mannen op de proef wordt gesteld wanneer ze tijdens zomerkamp andere mannen ontmoeten. Ten slotte kun je zondagavond je weekend afsluiten met Kiss Me, een Zweedse film over de lastige liefde tussen de stiefzussen Mia en Frida. Mia just berättade för mig att Mia och Tim ska gifta sig. Har du varit gift någon gång? De Frans-Canadese thriller Tom à la ferme is op 17 april in première gegaan en was dit jaar de openingsfilm op de Roze Filmdagen in Amsterdam. Dit is de derde film van het 24-jarige wonderkind Xavier Dolan, die zelf de hoofdrol vertolkt. De stadse Tom gaat naar de begrafenis van zijn overleden vriend en logeert bij de familie op de boerderij. De moeder weet niet van hun relatie, maar de broer heeft zo zijn vermoedens. Hij dwingt hem dan ook hierover te zwijgen, maar hij wil hem ook niet laten gaan. Lukt het Tom om weg te komen en wil hij dat eigenlijk wel? De broer doet hem immers wel erg aan zijn overleden vriend denken. Zondag 20 april is George Takei jarig en wordt hij alweer 77 jaar. De Amerikaanse acteur is in 2005 uit de kast gekomen en heeft zich ontpopt tot een zeer geestig internet-icoon. Met de in februari 2015 uitkomende 50 Shades of Grey verfilming in het achterhoofd, waar George overigens verder niks mee te maken heeft, wil ik je de volgende YouTube-video uit 2012 niet onthouden. I'm sexy and I know it. Grabbing my upper thighs, he forces my legs apart. I groan loudly, feeling his tongue circling my clitoris. Oh my. Oh my, my, my. Gefeliciteerd, George. Dit was de OutTV Film Update van deze week. De programmering kan je terugvinden op onze website en op de app. Ik wens je een heel fijn filmweekend en tot volgende week. CheapTickets.nl. Alle airlines, alle bestemmingen, altijd de beste deals.